5 mei in aantocht, de dodenherdenking en de bevrijding, is het aardig om een keer aandacht te besteden aan straatnamen die zijn vernoemd naar verzetshelden. En een van die verzetshelden was Gerrit-Jan van Heuven-Goedhart. En vandaar dat we hier staan aan de Van Heuven-Goedhartlaan. Gerrit-Jan van Heuven-Goedhart speelde een belangrijke rol in het Nederlands verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was van huis uit journalist. Hij was al op 29-jarige leeftijd in 1930 hoofdredacteur van de Telegraaf. Daar ging hij weg met een conflict. En toen begonnen ook zijn Utrechtse jaren, want in de jaren 30 was hij werkzaam bij het Utrechts Nieuwsblad. En het Utrechts Nieuwsblad bouwde in die tijd een reputatie op als een krant die heel duidelijk stelling nam tegen de nazi's. Hij was ook lid van een comité van waakzaamheid in de jaren 30, waarin mensen waarschuwden voor het gevaar van nazi-Duitsland. Dat was in Nederland nog helemaal niet zo vanzelfsprekend, omdat Nederland koesterde zijn neutraliteit. In de Eerste Wereldoorlog was Nederland tenslotte neutraal gebleven en dat hoopte ze ook in het nieuwe conflict te blijven. Dat gebeurde natuurlijk niet, want Nederland werd op 10 mei 1940 binnengevallen door de Duitsers. Toen de oorlog was uitgebroken, ging Gerrit-Jan van Heuven-Goedhart schrijven voor het Parool. En let nu even heel goed op de namen, want het Parool werd opgericht door Frans Goedhart. En dat was geen familie, want eigenlijk heette Gerrit-Jan van Heuven-Goedhart ook Goedhart, maar hij heeft de naam van zijn moeder van Heuven voor zijn naam geplakt. Dat is achteraf wel handig om ze een beetje uit elkaar te kunnen houden. Maar goed, Frans Goedhart had het Parool opgericht. Gerrit-Jan van Heuven-Goedhart schreef voor het Parool. Op een gegeven moment werd Frans Goedhart opgepakt door de Duitsers en in een Nederlands kamp gestopt. En toen nam Van Heuven-Goedhart de leiding over het Parool over. In 1944, omdat de Duitsers echt hardnekkig naar hem op zoek waren, is hij ontsnapt naar Engeland. Tegen die tijd was Frans Goedhart ontsnapt uit het kamp en nam de leiding van het Parool weer op zich. En Van Heuven-Goedhart kwam in 1944 aan in Londen, werd daar kortstondig minister van Justitie in het oorlogskabinet. En in 1945 kwam hij weer terug naar Nederland na de bevrijding en werd hij officieel hoofdredacteur van het Parool. Dat is hij een aantal jaren gebleven. In 1947 werd hij ook Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En in 1951 werd Van Heuven-Goedhart hoge commissaris voor de vluchtelingen in Genève. En als baas van het hoge commissariaat voor de vluchtelingen nam hij in 1954 de Nobelprijs voor Vrede in ontvangst. Helaas is hij ons wat vroeg ontvallen, want in 1956 is hij vrij plotseling in Genève overleden. Maar dit is overduidelijk een man aan wie we veel te danken hebben. En daarom is het goed om hem toch nog een keer onder de aandacht te brengen, de aandacht te geven die hij verdient.